is de Koe van Roer. Deze keer bevinden we ons in het park van de Roerveluwe. Daar leven ongeveer 160 edelherten. Elk jaar krijgen de mannetjes een nieuw gewei dat in de lente begint te groeien. Klaar is tegen het einde van de zomer, wanneer de brons begint. Dan verlaten de mannetjes de kudde en gaan op zoek naar vrouwtjes die ze proberen aan te trekken via het brullen of burrelen, zoals dat heet. Het zijn imposante dieren die tussen de 100 en 200 kilogram, daarbij het gewei 4 tot 10 kilogram kan wegen. In tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, kan je de leeftijd van een edelhert niet aan het gewei zien. Het wordt wel elk jaar groter, tot 12 jaar, en wordt dan weer kleiner. Het kleinste schaap van Europa is de mouflon. Het komt uit Sardinië en Corsica en is verzot op grove den en is dus ideaal op het heidegebied open te houden. Er leven ongeveer 220 mouflons. Het is een haarschaap, een schaap met als pels zonder wol dus. In tegenstelling tot de edelherten leven rammen en ooien gewoon in één kudde. Hoewel in paartijd gevechten tussen de rammetjes tot ver gehoord kunnen worden.